officiële waarnemingsmissies die toezicht hielden op de verkiezingen in Turkije hebben veel kritiek. Zo werden er door de autoriteiten beperkingen opgelegd aan de media en waren er geweldsincidenten. Danny Blind roept Robin van Persie niet op voor de komende oefeninterlands van het Nederlands elftal. De bondscoach benadrukte dat hij de spits niet definitief heeft afgeschreven. Het is uitgesloten dat het Russische vliegtuig zaterdag boven Egypte uiteenbrak door een technisch mankement of door een fout van de piloten. Dat meldt het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij Metrojet. Bij de ramp kwamen 224 mensen om. De directeur van FC Utrecht is helemaal klaar met een deel van de fanatieke aanhang van zijn club. Fans op de Bunnik-site zongen zondag een racistisch liedje naar een Ghanese speler van Twente. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam wordt waarschijnlijk de nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken. Dat melden bronnen in Politiek Den Haag. Staatssecretaris Dijksma volgt dan de opgestapte Wilma Mansveld op.